Goedemorgen dames en heren, van harte welkom bij dag 6 van de eerste bezichtiging. Tevens de laatste dag. We gaan zo beginnen. En dat gaan we doen met catalogus nummer 264. En dat is de hengst Hilger van Melman, zoon van Jurre, moeder een stermerrie van Wiemer. Fokker-eigenaar is J. Melman uit Amsterdam. Verwantschappercentage is 18,1%. En de hengst is net gemeten met een stokmaat van 1 meter en 64 centimeter. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our sixth day of the first viewing of Stallions. It's our last day and we start off with entry number 264. Hilger van Melman, he's sired by Jurre. His mother is Star by Wiemer. Kinship 18.1%. Height and withers is 1 meter and 64 centimeters. En de tweede hengst op de straat, catalogus nummer 267. En dat is Helger van Hielpen, zoon van Marcus. Moeder een kroondubbel aanmerrie van Norbert. Fokker-eigenaar is mevrouw R. de Vries Bakker uit Hindelopen. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,5. En zijn stokmaat is gemeten op 1 meter en 63 centimeter.
Next stallion, entry number 267, Helger van Hielpen. Sired by Marcus. Mother is Kroon, double A, by Norbert. Kinship 18.5. Height at withers 1 meter and 63 centimeters. Volgende hengstcatalogus nummer 265, Garmt van Boavert, zoon van Jurre, moeder is stamboek Preverend van Jurre. Fokkerijgenaar is de heer J.T. van der Kooi uit Bornwut. Verwantschappercentage is 17,7%, stokmaat is 1,62 meter. Next stallion, entry number 265. Garmt van Boavert, sired by Jurre. His mother is Stadboek and Preverend. Kinship 17.7%. And he was measured this morning at 1 meter and 62 centimeters.
Talers nummer 265. Gaan we straks niet in de kooi zien. Hengst is afgewezen door de jury. Entry number 265 will not be centered in free moving. He has just been rejected by the judges. En de volgende hengst is Catalis 268, Hunk van 't Lansink. Ook een zoon van Marcus. Moeder is Ster Sport AA van Uldrik. Fokker-eigenaar is M.H. Lohman uit Zwichelte. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,1%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,67 meter. Next entry is number 268, Hunk van 't Lansink, sired by Marcus. His mother is Star Sports AA by Uldrik. Kinship is 18,1%. And his height at withers is 1 meter and 67 centimeters. Catalis nummer 269, Ingmar van Fieldhuis. Ook een zoon van Marcus. Moeder is Ster en Preverent van Tjerk. En de fokker-eigenaar is J. Wijnstra uit Massum. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,2%. Stokmaat 1 meter en 62 centimeter. Next stallion. Entry number 269, sired by Marcus. His mother is Star and Preverent by Tjerk. Kinship 18,2%. And his height at withers is 1 meter and 62 centimeters.
Volgende hengst, Catalus nummer 270. Gijs van de Kadiek. Ook een zoon van Marcus. Moeder is Ster en Preverent van Jasper. Fokkerijgenaar is H. de Boer uit Sint-Johannesga. Verwantschappercentage is 17,5%. Stokmaat is gemeten op 1,67 meter. Next stallion, entry number 270. Gijs van de Kadiek. Sired by Marcus. His mother is Star and Preverent by Jasper. Kinship 17.5. Height at withers 1 meter and 67 centimeters. Volgende hengstkataal is nummer 271, Hitzer W. Ook een zoon van Marcus. Moeder is Kroon, dubbel A, van Tjerk. Fokker-eigenaar is mevrouw I. Wiegersma uit Damwoord. Verwantschappercentage is 18,5%. Stokmaat is 1,63 meter. Next entry is nummer 271, Hitzer W. Sired by Marcus. His mother is Kroon, double A by Tjerk. Kinship 18.5, height at withers 1 meter and 63 centimeters.
En we gaan verder met catalogus nummer 272. Ingvar van de Maria Louise Hoeve. Zoon van Marcus. Maar er is een stamboekmerrie van Maurus. Fokker-eigenaren de heer M. Hendriksen uit Lunteren. Verwantschappercentage is 17,9%. Stokmaat is 1,61 meter. Next stallion, entry number 272. Ingvar van de Maria Louise Hoeve. Sired by Marcus. His mother is a stadboekmare by Maurus. Kinship 17,9%. Height at Witters 1 meter and 61 centimeters. Even vervolgen met catalogus nummer 274. Hattem BT, zoon van Julius. Moeder is Kroon, Preverent, Prestatie. En AAA van Volkert. Fokker is S. Bruinsma uit Oudega. En de familie Traanman uit Oudega. Eigenaar is KCF Farms in St. Thomas, Ontario, Canada. Zijn verwantschappercentage is 18,7%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,66 meter. Next entry is number 274, Hattem BT. His father is Julius. His mother is Kroon, Preverent, Prestatie. AAA, bij Volkert. His kinship is 18,7%. And his height at Witters is 1 meter and 66 centimeters.
Volgende hengstkataal is nummer 275, de hengst Hidde F, zoon van Rommet. De moeder is een stermerrie van Torben. Fokker is W. Fopma uit Noordburgum. En eigenaar is de maatschap Kamminga uit de Westerrein. Verwantschap is 17,6%, stokmaat 1,63 meter. Next stallion, entry number 275. Hidde F, sired by Rommert. His mother is Star by Torben. Kinship is 17,6%. And his height at withers is 1 meter and 63 centimeters. Volgende hengstkataal is nummer 276, Hidde T. Zoon van Rommet, moeder is Termerrie van Harmen. Fokker-eigenaar is H. Tuinstra in Noordwijk. Verwantschappercentage 17,8%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,68 meter. Next stallion, entry number 276, Hidde T. Stired bij Rommet, his mother is Star bij Harmen. Kinship is 17,8% and his height at withers is 1 meter and 68 centimeters.
En we vervolgen met catalogus nummer 277, Gerben B. Ook een zoon van Rommet, moeder is een stermerrie van Onne. Fokker-eigenaar is Abe Brandsma uit Witmarsum. Verwantschappercentage 18,2%, stokmaat 1,62 meter. Entry number 277, Gerben B, also sired by Rommet. His mother is Star by Onne. Kinship 18,2%. Height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Volgende hengstkataal is nummer 278, Grietsen D. van Sumar. Dat is de zoon van Mees, moeder een stermerrie van Wiemer. Fokker is Dirk Dilstra uit Sumar. Eigenaar is mevrouw Sietske Bouwers uit Burgum. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,8% en zijn stokmaat is gemeten op 1,61 meter. Next, Stallion, entry number 278,
Gritsen Day van Samar. His father is Mace. His mother is Star by Wimmer. Kinship 17.8%. And his height at Willis is 1 meter and 61 centimeters. Volgende hekst is catalogus nummer 279, Gaucho Jede. Ook een zoon van Mees. Moeder is model en sport en dubbela van Tjalle. De fokker is stal Jede uit Vledder. Is ook de eigenaar samen met Tjalle de Boer uit Sint-Johannesga. Verwantschappercentage is 18.1%. Stokmaat is gemeten op 1 meter en 62 centimeter. Next entry is number 279, Gaucho Jede, also sired by Mace. His mother is model, sport, double A, by Tjalle. Kinship 18.1%, height at withers is 1 meter and 62 centimeters.
Hey. Van de hengsten die vanochtend op de lijst staan of stonden, zijn er drie afgemeld. En dat zijn de getalsnummers 266, 284 en 289. Qua afstamming niet de minsten, maar ze zijn er niet. From the group of stallions this morning, three stallions have been signed off. It's entry number 266, 284, 289. So 266, 284, and 289 will not be presented today. En dan gaan we verder met getalens nummer 280. De hengst Hector van Berg, zoon van Nane, moeder en stamboekmerrie van Maurus. Fokker is mevrouw Berg uit Schollenborg. Eigenaar is de familie Bosma Dijkstra uit Makkum samen met S.A. de Vries Wit-Marsum. En ook familie Hamersma Bosma uit Makkum. Verwantschappercentage is 17,8%. Stokmaat is 1 meter en 63 centimeter. Next stallion is entry number 280. Hector van Berg, sired by Nane, his mother is Stadboek, mare by Maurus, kinship 17.8, and his height at wethers is 1 meter and 63 centimeters. Aan uw catalogus kunt u toevoegen dat de moeder van deze merrie inmiddels ook het sportpredicaat heeft behaald. Het is een van de merries die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om op locatie dressuurproeven te lopen. En dat ging dan om drachtige merries die minimale winstpunt in de Z1 hadden. Dus de moeder van deze hengst is stamboek en sport. So the mother of this stallion, entry number 280, recently received the sport predicate after the catalog was printed. So she is a studbook mare with the sport predicate. We vervolgen met catalogus nummer 281, Herre van Hielpen, zoon van Nane, moeder en stamboekmerrie van de hengst Reinder. Fokker eigenaar is mevrouw R. de Vries Bakker uit Hinderlopen. Verwantschappercentage is 18,1%. De
stokmaat van deze hengst is gemeten op 1,64 meter. We proceed with entry number 281, Herre van Hilpen. Zij het bij Nane. His mother is stadboek mee bij Reinder. Kinship 18.1%. Height at Withers is 1 meter and 64 centimeters. Volgende hengst, catalogus nummer 282, Hielke van Bokkum, zoon van Omer. Moeder is een model preferente Mary van Onne, met een dubbel A-predicaat. Fokkers en eigenaar, Bouke de Boer, Lucille van der Kooi uit Nes. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,1%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,65 meter. Next entry. Number 282, Hielke van Bokkum, sired by Omer. Mother is model preferent, AA by Onne. His kinship is 17.1%. And his height at Withers is 1 meter and 65 centimeters.
En de volgende hengst is getal is nummer 283. Jalt uit de Westereen. Ook een zoon van Omer. Moeder is een stermerrie van de hengst Pieter. En de fokkers zijn de maatschap Kaminga uit de Westereen. Eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Verwantschappercentage is 16,5%. En zijn stokmaat is gemeten op 1 meter en 63 centimeter. Next stallion, entry number 283. Jalt uit de Westereen. Zij het bij Omer. Zijn mother is een stamer bij Pieter. Kinship is 16,5%. En zijn height at withers is 1 meter en 63 centimeter. En we vervolgen met catalogus nummer 285. Gadget van de Meikade. Zoon van Rommert. Moeder is Kroon en dubbel A van Wiemer. Fokker is Willem Lokhorst uit Ederveen. Eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Verwantschappercentage 18,2%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,63 meter. Next entry is number 285, Gadget van de Meikade. Sired by Rommert, his mother is Kroon, double A. Kinship 18,2%. Height at withers is 1 meter and 63 centimeters.
Volgende hengst, getals nummer 286. Gisbert van Hullestad Oostergaard. Zoon van Rommet. Moeder is model Preverent en dubbele A van Wiert. Fokker-eigenaar is H.J. Oosterhof in Soldrup. Verwantschappercentage is 18,0%. En zijn schofthoogte is 1,67 meter. Next stallion, entry number 286. Gisbert van Hullestad Oostergaard. Sire is Rommet. His mother is model, Preverent, double A, by Wiert. Kinship is 18.0%. And he was measured this morning at 1 meter and 67 centimeters. Volgende hengstgetal is nummer 287, Hidde AR, nieuwe zoon van Rommet. Onder een ster, dubbele A, Mary van Tjalle. Fokkers en eigenaren zijn de familie R.S. Visser uit Bedaard en de familie A. Hokkema in Sigerswoude. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,0%. En de stokmaat is 1,63 meter. Next stallion, entry number 287, Hidde AR. Sired by Rommet, his mother is star double A by Tjalle. Kinship 18.0%. And his height at withers is 1 meter and 63 centimeters.
En we gaan verder met catalogus nummer 288, Hielke van Starking. De moeder is een, of de vader is Rommet. De moeder is een stermerrie van Sapen. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,4% en zijn stokmaat is gemeten op 1,64 meter. Next stallion is entry number 288, Hielke van Starking, sired by Rommet. His mother is Star by Sapen. His kinship is 17,4% and his hired withers is 1 meter and 64 centimeters. En de fokker-eigenaar is Starking BV in Spannum. En dan de laatste hengst vanochtend op de straat. Catalogus nummer 290. De hengst Hans L.W. Vader is Menne. Moeder is een stermerrie van Reinder. Fokker-eigenaar is familie Ludema uit Witmarsum. Verwantschappercentage 17,9%. En zijn schofthoogte is gemeten op 1,62 meter. The last stallion of this morning on hard pavement is entry number 290, Hans L.W. Sired by Menne, mother is Star by Reinder. Kinship is 17,9% and his hired withers is 1 meter and 62 centimeters.
was de laatste hengst vanochtend op de straat. En we gaan de keuring zo vervolgen met het vrijbewegen in de kooi. Entry number 290 was the last stallion this morning on hard pavement. We will continue shortly with a presentation in free movement.
De eerste hengst in de kooi vanochtend. Skatalis nummer 264. Hilger van Melman. Zoon van Jurre. Moeder is een stermerrie van Wiemer. Fokker-eigenaar is J. Melman uit Amsterdam. Verwantschappercentage 18,1%. Softhoogte is 1,64 meter. First stallion this morning in free moving. Entry number 264, Hilger van Melman. He is sired by Jurre. His mother is Star by Wiemer. His kinship is 18.1%. And his height at withers is 1 meter and 64 centimeters. So first stallion in the ring is entry number 264, Hilger van Melman. He's sired by Jurre, mother is Starmer by Wiemer. Kinship is 18.1%, height at withers is 1 meter and 64 centimeters. In de ring een zoon van Jurre. Jurre lijkt deze week een goed debuut te maken tijdens de eerste bezichtiging. Tot en met gisteren 8 zonen aangewezen. En deze Jurre komt uit een stermerrie van Wiemer. Grootmoeder is ster en preverent van Heidse. En de overgrootmoeder is een stermerrie van Anton, de vierde merrie is ster en preverent uit merriestam nummer 78. Entry nummer 264, sired by Jurre. It looks like Jurre makes us a good start this week in the first viewing. Until yesterday, 8 sons have been accepted for the second viewing. This Jurre is from a star mare from Wiemer. Grandmother is Star and Preverent by Heidse. And the third mare is Star by Anton. And the fourth mare is Star and Preverent. And they are from mare line 78. De volgende hengst is Catalis nummer 267, Helger van Hielpen. Vader is Marcus, moeder is een kroon, dubbel A-merrie van Norbert. Fokker-eigenaar is mevrouw R. de Vries Bakker uit Hinderlopen. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,5 en zijn
Schofthoofd is gemeten op 1,63 meter. Next stallion, entry number 267, Helger van Hielpen, sired by Marcus. His mother is Crone, double A by Norbert. Kinship is 18.5%. And he was measured this morning at 1 meter and 63 centimeters. Ja, in de ring, een zoon van Marcus. Marcus had, was het belangrijkste vaderdier in deze eerste bezichtiging. En tot en met gisteren zijn er ook al 9 zoons aangewezen voor de tweede bezichtiging. De moeder van deze hengst is Kroon en dubbel A van Norbert. Grootmoeder is een stermerrie. Dubbel A van Olaf. Ze heeft 1 ster en 1 kroon nakomeling. Met een IBOP van 78 punten. En de overgrootmoeder is een ster merrie van Djurre. De vierde merrie in deze lijn is Wieke van Hielpen. Is een dochter van Jochem. Ster en Preverentus is de grootmoeder van de hengst Aisje. 489. Entry number 267 is sired by Marcus. Marcus was the stallion with the most sons signed up for his first viewing. And so far, 9 have been selected for the second viewing in January. This Marcus is from a Crone AA mare from Norbert. Grandmother is Star and AA from Olaf. She has 1 star, 1 crone offspring. Great-grandmother is Star by Djurre. And the fourth mare in this line is Wieke van Hielpen. She is a Jochem mare and she's the grandmother of Aisje. She is Star and Preverent. She's from mare line number 15. En we vervolgen met catalogus nummer 268. De hengst Hunk van Lansink. Opnieuw zoon van Marcus. Moeder is Ster en Sport, dubbel A van Uldrik. Fokker-eigenaar is M.H. Lohman uit Zwichelte. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,1. Stokmaat is 1,67 meter. Next entry is nummer 268. Hunk van Lansink. Also sired by Marcus. His mother is Star Sport AA by Uldrik. Kinship is 18.1% and his height at withers is 1 meter and 67 centimeters.
Opnieuw een Marcus in de ring. Moeder is een dochter van Uldrik. Ze is ster, sport en dubbel A. Ibob van 78 punten. Grootmoeder is een stermerrie van de hengst Deutschen. Ze heeft twee sternakomelingen, één sportnakomeling. En de overgrootmoeder is model en triple A van Volkert. Vierde merrie is ook een ster en preferente merrie uit stam 38. In dit geval zal ik ook de vijfde merrie even noemen, dat is Marit B. Het is een oergedochter, ze is model preferent. Noem haar omdat ze ook de overgrootmoeder is van de vorige maand goedgekeurde hengst Fouke 520, de zoon van Johannes. Entry number 268. It's once again a son by Marcus. Mother is star and sport, double A by Uldrik. Grandmother is a star mare by Deutsches. She has two star offspring, one sport. Great-grandmother is model, AAA, by Volkert. Also the fourth mare is star and preferent. They're from mare line number 38. And the fifth mare is a model preferent mare by Uge, Marit B. And she is the great-grandmother of the stallion Fouke 520, who was approved last month. He was sired by Johannes. En we vervolgen met catalogus nummer 269. Ingmar van het Vildhoes. Ook een zoon van Marcus. Moeder is ster en preferent van Tjerk. Fokker-eigenaar is J. Wijnstra uit Massum. Verwantschappercentage is 18,2%. Stokmaat is 1,62 meter. We proceed with entry number 269. Ingmar van het Vildhoes. He is a son of Marcus. His mother is star and preferent by Tjerk. Kinship is 18.2%. Height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Deze Marcus-zoon is afkomstig van een sterk fokkende merrielijn met veel preferente merries in de moederlijn. Ook al verschillende hengsten uit deze lijn die hebben deelgenomen aan het centrale onderzoek. De moeder is ster en preferent van Tjerk. Ze heeft zes ster nakomelingen. Grootmoeder is ster en preferent van Oepke met 10 ster nakomelingen. En ook de overgrootmoeder is ster en preferent. Ze is een dochter van Lammert. En de vierde merrie in deze lijn is een modelmerrie, afkomstig uit merriestam nummer 65.
Entry number 269 is Marcassan from a line of good broad mares, brute mares, with many prevalent mares. Also a mare line that produced a couple of sons that have participated in the 70-day test. And this Marcus is by a star prevalent mare by Tjerk. She has 6-star offspring. His grandmother is star and prevalent by Oepke, and she has 10-star offspring. And also the great-grandmother is star and prevalent. She is sired by Lammert. And the fourth mare in the line is a model mare, and they are from mare line number 65. Volgende heks is catalogus nummer 270, Gijs van de Kadiek, ook een zoon van Marcus. Moeder is een preferente stermerrie van Jasper. Fokker is haar de boer uit Sint-Johannesga. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,5% en zijn stokmaat is gemeten op 1,67 meter. Next entry is number 270, Gijs van de Kadiek. He's also sired by Marcus. His mother is star and prevalent by Jasper. Kinship is 17,5% and his height at withers is 1 meter and 67 centimeters. De baan een zoon van Marcus. Moeder is een preferente merrie van Jasper, die ook ster is. Hij heeft 4 sternakomelingen en ook 1 nakomeling met het sportpredicaat. De grootmoeder is een stamboek sport en preferente merrie van de hengst Erik. Ze heeft 5 sternakomelingen. Eén daarvan is dus Kroon. En ook 1 nakomeling heeft het sportpredicaat. Overgrootmoeder is ster, preferent en prestatie van Heerke. Deze lijn komt uit Meristam 201. Entry number 270. Son of Marcus, mother is star and preferent bij Jasper. 4-star offspring, 1 sport offspring. Grandmother is studbook mares with sport preferent. Sired by Erik, she has 1 crown and 1 sport offspring, 5 stars. Great-grandmother is star prevalent, Prestatie by Heerke. They are from Maryline 201.
En de voorlaatste hengst in groep 1 is Catalis nummer 271, Hitzer W. Opnieuw een zoon van Marcus. Moeder is Kroon, dubbel A van Tjerk. Fokker-eigenaar is mevrouw I. Wiegersma uit Damwoord. Landschappercentage is 18,5%. Schofthoogte is 1,63 meter. Next entry is number 271, Hitzer W. Sired by Marcus. Mother is Kroon, double A by Tjerk. Kinship is 18,5%. And his height at withers is 1,63 meters. Deze Marcus' zoon komt uit een Kroon, dubbel A-merrie van Tjerk. Haalde een IBOP met 80 punten. Grootmoeder is een stermerrie van Heerke. Ze heeft 3 sternakomelingen, waarvan dus eentje Kroon. En de overgrootmoeder is ook een stermerrie, in dit geval van de hengst Tamme. En de vierde merrie in de lijn is Ster en Preverend, afkomstig uit merriestam nummer 2. Entry number 271, sired by Marcus. His mother is Kroon, double A, by Tjerk. She has an IBOP score of 80 points. The grandmother is Star, by Heerke. She has 3 star offspring. One of them is Kroon. Great grandmother is star mare by Tama. And the fourth mare in this line is Star and Preverent. And they're from mare line number 2. En de laatste hengst in de eerste groep is Catalis nummer 272, Ingvar van de Maria Louise Hoeve. Zoon van Marcus, moeder een stamboekmerrie van Maurus. Fokker-eigenaar is de heer M. Hendriksen uit Lunteren. Landschappercentage is 17,9%, stokmaat is gemeten op 1,61 meter. En de laatste stallion in this first group is entry number 272. Ingvar van de Maria Louise Hoeve. He's sired by Marcus. His mother is a stadboekmare by Maurus. Kinship is 17,9%. And he was measured this morning at 1,61 meters.
Dat is nummer 272. En zoon van Marcus uit een stamboekmerrie van Maurus. Heeft inmiddels één ster nakomeling. Grootmoeder is een stermerrie van Jasper met drie ster nakomelingen. Eén nakomeling ervan is Model en Sport. Overgrootmoeder is een stermerrie van de hengst Ruud. En de vierde merrie in deze lijn is Itske van Efterwaai, een preferente stermerrie van Naan. En zij is de grootmoeder van de hengsten Omer en Wolter. Met merriestam nummer 47. Entry nummer 272. Stand of Marcus. Mother is a stadboekmare bij Maurus. Has one star offspring. Grandmother is also star bij Jasper. She has three star offspring. One of them is also model and sport. Great-grandmother is a star mare bij Ruud. And the fourth mare in this line is Itske van Efterwaai. She is sired by Naan. She is star and preferent. And she is the grandmother of the approved stallions Omer and Wolter. They are from mare line number 47. Ja, we zijn aan het rondstappen met de eerste groep. Zeven hengsten in de ring. Twee zoons van Jurre. En vijf zoons van Marcus. Jurre en Marcus, de beide zoons van Maurits. Beide hengsten al best wel succesvol deze week. Tot en met gisteren al negen zoons aangewezen van Marcus. En acht van Jurre. En daar kunnen er dus nog een aantal bij gaan komen vandaag. We are watching the first group in walk this morning. Seven stallions. Two sired by Jurre. Five by Marcus. Jurre and Marcus both sons by Maurits. And both stallions have already been successful this week. Marcus has so far nine sons selected for the second viewing. And Jurre also has eight sons selected for second viewing. Oh.
En voor een toelichting op deze eerste groep geef ik het woord aan juryvoorzitter Piet Bergsma. Goedemorgen, onze laatste dag. We beginnen met frisse moed. We beginnen met nummer 264. Het hoofd zal wat edeler mogen zijn. De hals is lang en iets horizontaal. Het schouder is voldoende schuin. Het paard is wat gerekt en lang in het middenstuk. En de rug zou ook iets sterker mogen zijn. De lendenen zijn wat armbespierd. Het kruis is voldoende lang. De stand van het voorbeen kan iets correcter. De stap is voldoende lang en krachtig. De draf zou opwaarts mogen zijn en heeft voldoende buiging in zijn achterbeen. De galop is iets neerwaarts. Nummer 267. Een paard met een voldoende edelhoofd zou wat meer nek kunnen hebben. De hals is ook voldoende lang. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende verlengte. Het paard heeft een mooi lang voorbeen. De stap is voldoende lang met afdruk. De draf is op de voorhand en zou meer te dragen kunnen komen. Ook de galop is iets neerwaarts. Nummer 268. Ga door naar de tweede bezichtiging. Nummer 269, een paard met een edel hoofd, iets zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. De hals komt ietsje diep uit zijn borst. Ook in de rug zou het paard ietsje sterker mogen zijn. Kruis zou ook iets meer lengte kunnen hebben en is iets hellend. Het paard is ook iets licht sabelbenig. De stap mist wat lengte en zou iets meer afdruk kunnen hebben. De draf is opwaarts, iets hoger in het ritme. Het achterbeen heeft voldoende buiging. De galop is voldoende opwaarts. .270, tweede bezichtiging. .271, tweede bezichtiging. .272, paard heeft een iets lang hoofd, voldoende edel. De hals is voldoende van lengte, komt iets diep uit zijn borst. De rug zou sterker moeten zijn, ook kruislendenaansluiting zou sterker moeten zijn. Kruis is voldoende van lengte, is hellend. Paard is licht sabelbenig, de stap mist wat takt, voldoende van lengte. De draf is ruim en een goed achterbeen, maar mist het ruggebruik. De galop is opwaarts en ruim gesprongen. Uit deze eerste groep drie hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. De catalogus nummers 268, 270 en 271. Aangewezen voor de tweede bezichtiging. Catalogus nummers 268. 279, 270 en 271. From this group, from the first group, three stallions accepted for the second viewing. The entry numbers 268, 270, 271. Selected for second viewing, entry numbers 268, 270 and 271. And I will summarize the reasons of for the stallions that have not been selected. Entry number 261 could just have a little more expression in his head. His neck has sufficient length, but is a little bit horizontal. He has a nice slope to his shoulder. He's a little stretched in his middle part, and he could also be a little stronger in his middle part. His loins could have a little bit more muscularity. He has a good croup. He could be a little more correct in his front limbs. His walk is sufficient in length and is also active. Both his trot and canter are downhill.
Enter number 267 has sufficient expression in his head. Could be a little bit longer in his poll. His neck has sufficient length. He has a nice long upper arm. He could be a little bit stronger in his back. His croup has sufficient length. His walk has sufficient length. Both his trot and canter are too much downhill and could be more carried. He could carry his body more from behind. Entry number 269, a stallion with a lot of expression in his head, a little heavy in his head-neck connection, and his neck is coming a little deep from his chest. He would like to change his top line a little bit, could be a little bit stronger. His croup could have more length and less slope. He is slightly sickle-hocked. In walk, he could have longer stride and he could have more activity. His trot and canter are nicely uphill, but he's moving in a high rhythm, too high rhythm. Enter number 272. His head has sufficient expression, but is a little bit long. He has a long neck that's coming a little deep from his chest. He could be a little bit stronger in both his back and loins. His croup is long, but should have a little bit less slope. He is slightly sickle-hocked. He could have more rhythm in his walk. His trot has plenty of length with a good use of his hind legs, but he could have a little bit more suppleness. En dan vervolgen we met catalogus nummer 274. Dat is de hengst Hattem BT, zoon van Julius. Moeder is Kroon, Preverent, prestatie, triple A van Volkert. De fokkers zijn S. Bruinsma uit Oudega en de familie Traanman uit Oudega. Eigenaar is KCF Farms, St. Thomas, Ontario, Canada. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,7%. Stokmaat is 1,66 meter. Next stallion is entry number 274, Hattem BT. He is sired by Julius. His mother is Crown, Preverent, Prestatie, AAA by Volkert. His kinship is 18,7%. His height at Withers is 1,66 meter. Deze Julius komt uit een Kroon Preverente prestatiemerrie. Met een triple A verrichtingspredicaat staat een IBOP van 85 punten. 4 sternakomelingen, waarvan 2 Kroon. 1 nakomeling is ook Sport. Grootmoeder is een stermerrie van de hengst Nammen. Met 1 Kroon en 1 sternakomeling. Overgrootmoeder is Model en Preverent van Heerke. En ook de vierde merrie in deze lijn is Model, nakomeling van Biense uit merriestam nummer 46. This Julius is from a Kroon Preverent prestatie mare with the AAA performance predicate, 85 point IBOP by Volkert. She has 1 Sport and 2 Crown offspring. Grandmother is Star by Nammen. She has a Crown and a star offspring. Great-grandmother is Model and Preverent by Heerke, and they're from mare line number 46. Volgende hengst is Hidde F. He is de zoon vanochtend van de hengst Rommet, de zoon van Norbert. Moeder is Stermery van Torben. Fokker is W. Fopma uit Noordburgum. Eigenaar is de maatschap Kaminga van de Westereen. His kinship is 17.6% and his height at Withers is 1,63 meters.
Catalis nummer 275, een zoon van Rommet, moeder een stermerrie van Torben. Grootmoeder is een stermerrie van Dirk. Zij heeft twee sternakomelingen. Overgrootmoeder is een stamboekmerrie van Tjimme. En de vierde merrie in deze lijn, dat is Dago, dochter Kinke, model en preferent, de grootmoeder van de hengst Beert. Afkomstig dus uit stam nummer 50. This enter number 275, the first son of Rommet this morning. Rommet also presents his first son and sons at the first viewing. And this Rommet is from a star mare by Torben. Grandmother is star by Dirk, she has two star offspring. Great grandmother is a studbook mare by Tjimme. And the fourth mare of this line in this line is Kinke. She is model and preference, sired by Dago. She's the grandmother of Beat 411. And they're from mare line number 50. En we vervolgen met catalis nummer 276, de hengst Hidde T. Ook een zoon van Rommet, moeder is een stermerrie van de hengst Harmen. Fokker-eigenaar is haar Tuinstra uit Noordwijk. Verwantschappercentage is 17,8%, stokmaat is 1,68 meter. Next entry is nummer 276, Hidde T, sired by Rommet. His mother is star by Harmen. Kinship is 17.8%. And his height at withers is 1 meter and 68 centimeters. In ieder geval een vrolijk begin van deze Rommet-zoon. Catalis nummer 276. Komt uit een stermerrie van Harmen. Grootmoeder is ook ster van Sjaard. Ze heeft twee ster-nakomelingen. Overgrootmoeder is een stamboekmerrie van Leffert. En de vierde merrie is ster en preferent van de hengst Naan. Afkomstig uit merriestam 28. Entry number 276, son by Rommet. His mother is star by Harmen. Grandmother is star by Sjaard. She has two star offspring. Great grandmother is a studbook mare by Leffert. And the fourth mare in this line is star and preference. She is by Naan, and they're from mare line number 28.
Volgende hengst is Catalis nummer 277, Gerben B. Vader is ook Rommet, moeder een ster Mary van Onne. Fokker-eigenaar is Abe Brandsma uit Witmarsum. Verwantschappercentage is 18,2%, stokmaat is 1,62 meter. And we proceed with entry number 277, Gerben B. Sire is also Rommet. Mother is a star mare by Onne. Kinship 18.2%, and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Ja, met Catalis nummer 277 hebben we een Rommet hengst in de baan uit stam 70, de Maryline van een groot aantal goedgekeurde hengsten. Veitse, Tjalle, Dorben en Tiemen. Zijn moeder is een stermerrie van Onne met 2 ster nakomelingen. Grootmoeder is ook ster van Wikke, ook 2 ster nakomelingen. En de overgrootmoeder is Trixt van Fieldzicht, een sterpreverente Mary van Brandes. En dus de grootmoeder van de hengst Torben. En de vierde Mary in deze lijn is ook ster en preverent van de hengst Jurjen uit Merriestam nummer 70 dus. Entry number 277 is a son of Rommet. Out of the mare line 70, that produced quite a few approved stallions. The Preverend Feitze, the Preverend Schalle, Torben, Tiemen. This Rommet is out of a star mare by Onne. She has 2-star offspring. Also the grandmother is star by Wicke. She also has 2-star offspring. Great-grandmother is Trixt van Fieldzicht, star and Preverend by Brandes. And she is the grandmother of Torben. And the fourth mare in this line is also star and Preverend by Jurjen. From mare line number 70. In de baan Catalis nummer 278, Grietsen D. van Semar. Zoon van Mees, moeder een stermerrie van Wiemer. Fokker is Dirk Deelstra uit Semar. Eigenaar is mevrouw Sietske Bouwjes uit Burgum. Verwantschappercentage is 17,8% en zijn schofthoogte is 1,61 meter. Next stallion, entry number 278, Grietsen D. van Semar. Sired by Mees. His mother is a star mare by Wiemer.
Kinship is 17.8%, and he was measured this morning at 1 meter and 61 centimeters. Ja, ook de hengst Mees debuteert deze week met zonen op de eerste bezichtiging. Deze katalis nummer 278 komt uit de stermerrie van Wiemer. Grootmoeder is ster en preverent van Oege. De volgende merrie is een stamboekmerrie van de hengst Mark. En de vierde merrie is weer ster en preverent van de hengst Peke uit merrie stam nummer 65. So also Mays makes his debut this week on the first viewing. This is his son, entry number 278. His mother is a star mare by Wiemer. Grandmother is star and preverent by Oege. Great grandmother, studbook mare by the preverent Mark. And the fourth mare is star and preverent again by Peke, and they're from mare line number 65. Volgende hengst is katalis nummer 279, Gaucho Jede. Ook een zoon van Mees. Moeder is model sport dubbel A van Tjalle. Fokker is stal Jede uit Vledder. Die is ook de eigenaar samen met Tjalling de Boer uit Sint-Johannesga. Verwantschappercentage 18.1%. Stokmaat 1,62 meter. Next stallion, entry number 279, Gaucho Jede, also sired by Mays. His mother is model, sports, AA by Tjalle. Kinship 18.1% and height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Ja, zoon van Mees, moeder is een dochter van Tjalle die dit jaar model is geworden. Heeft ook het sportpredicaat en een dubbel A verrichtingspredicaat. Had een IBOP van 80 punten. En ze heeft inmiddels al één kroon nakomeling.
Ze is de volle zuster van de Mary Maaike. Die staat in de Verenigde Staten. En dat is de moeder van de hengst Atze. Die is aangewezen voor het verrichtingsonderzoek in de Verenigde Staten. Atze is een zoon van Julius. Grootmoeder van deze hengst is de sterpreferente Mary van Jasper. Met 6 ster nakomelingen. Overgrootmoeder is ster en preferent van Brandes. En ook de volgende Mary is ster en preferent van Melle. Afkomstig uit Mary Stam 50. Entry number 279, son by Mace. His mother is a daughter by Chalice. She was named Muddle this year. She also has a sport predicate and a double A predicate. She had an IBOP of 80 points. She has one offspring. There is Crown. And this the mother of this stallion is the full sister of the mare Mike, and she's the mother of the stallion Atze, who has been selected for the 70-day test in the United States. And Atze is a son by Julius. Grandmother of this stallion is Star and Preverant by Jasper. She has 6 star offspring. Great-grandmother, also Star and Preverant by Brandes. And also the fourth mare in this line is Star and Preverant by Melle. They're from mare line number 50. En de voorlaatste hengst in deze tweede groep is catalogus nummer 280. Hector van Berg, zoon van Nane. Moeder is een stamboek sportmerrie van Maurus. Fokker is mevrouw Berg uit Schollenborg. Eigenaren zijn familie J. Bosma Dijkstra uit Makkum. En Zade Vries uit Witmarsum. En de familie Hamersma Bosma ook uit Makkum. Verwantschappercentage 17,8%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,63 meter. Next stallion, entry number 280. Hector van Berg, sired by Nane. His mother is studbook en sport by Maurus. Kinship 17,8%. Height at withers is 1 meter and 63 centimeters. Zoon van Nane in de kooi. Van Nane zijn tot en met gisteren ook 8 zonen aangewezen voor de tweede bezichtiging.
Deze Nana komt uit een stamboekmerrie van Maurus, die recent ook het sportpredicaat heeft gehaald. Zij heeft één ster nakomeling. Grootmoeder is een ster sport preferent prestatie merrie van Deutschen. Heeft vijf nakomelingen die ster zijn en drie die het sportpredicaat hebben. Ook de overgrootmoeder is prestatie. Dat is ook een stermerrie van Jasper. En de vierde merrie is sterrenpreverent van de hengst Jurre uit merriestam nummer 2. Entry nummer 280, sired by Nana. Nana has, until yesterday, 8 sons selected for a second viewing. The mother of this stallion is a studbookmare by Maurus, who recently also received the sport predicate. She has 1 star offspring. His grandmother is star sport preferent Prestati. She's by Deutschen. She has 5 star offspring, and 3 offspring have the sport predicate. Great grandmother is star and Prestati by Jasper. And the fourth mare is star and preferent by Jure from mare line number 2. En dan de laatste hengst van groep 2. De hengst Herre van Hilpen, catalogus nummer 281. Ook een zoon van Nane. Moeder is een stamboekmerrie van Reinder. Fokker-eigenaar is mevrouw R. de Vries Bakker uit Hinderlopen. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,1%. Stokmaat is 1,64 meter. Last stallion in this second group, entry number 281. Herre van Hilpen, sired by Nana. His mother is a studbookmare by Reiner. Kinship is 18.1% and his height at withers is 1 meter and 64 centimeters. Een zoon van Nane uit de Merrie-line, waar ook de hengst IJssen uit is voortgekomen. Moeder van deze hengst is de stamboekmerrie van Reinder. Grootmoeder is model en sport van Onne. Ze heeft 1 ster nakomeling. En de overgrootmoeder is een ster preferente prestatiemerrie van de hengst Olaf. En de vierde merrie in deze lijn is Wieke van Hilpen. Ster preferente dochter van Jochem. En ze is de grootmoeder van de hengst IJssen. Entry number 281 is a son of Nana out of the mare line that also produced IJssen 489. Mother of the stallion is studbook, sired by Reinder. Grandmother is model and sport by Onne. She has 1 star offspring. Great grandmother is star preferent Prestati by Olaf. And the fourth mare in this line is star and preferent by Jochem.
And she's the grandmother of Ise 489, and they are from mare line number 15. Ja, de tweede groep vanochtend wordt rondgestapt, een groep van 8 hengsten. Zoons van Julius, Rommet, Mees en Nane. So we are walking the second group this morning. 8 stallions, sons by Julius, Rommet, Mees en Nane.
De jury heeft de besluiten genomen en we krijgen zo de uitslag van deze tweede groep van juryvoorzitter Piet Bergsma. De tweede groep van deze morgen, nummer 274, het hoofd mag wat edeler, de hals is lang en verticaal, schouder is ook lang en ietsje steil, de rug is voldoende sterk, iets gerekt in het middenstuk, kruis is voldoende van lengte, maar is voldoende van lengte iets hellend, paard is hoogbenig en wat arm bespierd. Het achterbeen is iets sabelbenig gesteld. De stap is ruim, maar mist wat afdruk. De draf is voldoende opwaarts, heeft een goed achterbeengebruik. In galop mist hij de lengte en zou hij meer onder moeten springen. Nummer 275, tweede bezichtiging. Nummer 276. Paard heeft een wat lang hoofd, wel voldoende sprekend. Hals is lang, iets horizontaal. Paard heeft een lang doorlopend schoft. De rug zou wat sterker mogen zijn. Ook kruislendenpartij zou beter aangesloten moeten zijn. Kruis is lang, maar hellend. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. De stap mag meer ruimte en meer afdruk. De draf was voldoende opwaarts en heeft voldoende buiging, maar mist dan het dragend achterbeen. De galop is iets neerwaarts en zou iets ruimer gesprongen mogen zijn. Nummer 277. Mag naar de tweede bezichtiging. Nummer 278 zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Hals is voldoende van lengte en ook voldoende verticaal. Schouder is wat kort en steil. De rug zou sterker moeten zijn. Ook kruislendenaansluiting zou sterker moeten zijn. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. Het achterbeen is wat licht sabelbenig. De stap is voldoende ruim met afdruk. De draf is voldoende opwaarts met souplesse, maar drukt dan de rug weg en zou een meer dragend achterbeen moeten hebben. De galop is voldoende van sprong, maar mist ook daarbij het ruggebruik. Nummer 279. Zou ook iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Hoofd-halsverbinding is ietsje aan de zware kant. De hals is ook iets zwaar en komt wat diep uit de borst. De rug is voldoende sterk. Kruis is wat recht, maar wel voldoende van lengte. Het voorbeen zou correcter kunnen zijn, gesteld kunnen zijn. Het achterbeen is iets sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar mist afdruk. In draf is hij voldoende ruim, maar mist hij het schakelend vermogen. De galop is voldoende ruim gesprongen. Nummer 280 zou wat sprekender in het hoofd mogen zijn. Hals is wat zwaar en komt ook wat diep uit de borst. De rug is voldoende sterk. De lendenen zijn arm bespierd en zouden ook sterker aangesloten moeten zijn. Het kruis mag wat meer lengte en is iets hellend. Het voorbeen zou ook iets meer lengte mogen hebben en is wat kort gekoot. De stap mist wat lengte en zou ook wat meer takt kunnen hebben. De draf is voldoende opwaarts en voldoende van buiging, maar zou beter te dragen moeten komen. De galop is wat kort gesprongen en zou meer opwaarts moeten zijn. Nummer 281, tweede bezichtiging. Ook uit deze tweede groep, dus drie hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. De catalogus nummers 275, 277 en 281.
275, 277 en 281 aangewezen voor de tweede bezichtiging. From this second group, three stallions have been accepted for the second viewing. Entry number 275, 277 and 281. The reasons for the stallions that not have been selected, 274 could have more expression in his head. His neck has sufficient length and is also vertical. He could have a little more slope to his shoulder. He's correct in his top line. A little bit stretched maybe. His croup has enough length, but is a little bit, has too much slope. Would like to see a little bit more muscularity in his loins. He is slightly sickle-hocked. His walk has a long stride, but could be more active. In trot, he is moving uphill and has a good use of his hind legs. His canter should have a longer stride. Catalog number 276. His head has sufficient expression, a little bit long maybe. He has also a long neck that's a little bit horizontal. He could be stronger both in his back and in his loins. His croup has plenty of length, but is has a little bit too much slope to it. In walk, he's rather short and he should be more active. In trot, he is sufficiently uphill, but he could carry his weight better from behind. His canter is also a little bit too much downhill and could have a longer stride. 278 could have more expression in his head. His neck has sufficient length and is also vertical. Could have a little bit more slope to his croup. And his croup could have a little bit more slope to his shoulder. The shoulder is also a little short. He could be stronger in both his back and his loins. He's slightly sickle-hocked. His walk has sufficient length and has enough activeness. In trot, he could have more suppleness. He has a lot of suppleness and also a good use of his hind legs. 279 could have more expression in his head. His neck is a little heavy and is coming deep from his chest. He's correct in his top line. His walk has enough length, but could have more, could be more active. Also, his trot has enough length. Number 280 could also have more expression in his head. Also, a little bit heavy in his neck. That's coming a little deep from his chest. Correct in his top line. Could have a little bit more muscularity in his loins. His walk should have longer strides and should have more rhythm. In trot, he has a good bending in his hocks joints, and he is moving enough uphill. We vervolgen met catalogus nummer 282. De hengst Hielke van Bokkum, zoon van Omer, moeder een model preferente merrie met het dubbel A-predicaat van Onne. Fokkers eigenaren zijn B. de Boer en Lucille van der Kooi uit Nes. Stokmaat is 1,65 meter, verwantschappercentage 17,1%. Next stallion, entry number 282, Hielke van Bokkum, sired by Omer. Mother is model and preferent, double A by Onne. Kinship 17,1%. Height at withers is 1 meter and 65 centimeters. Deze Omer komt uit een model preferente merrie van Onne met 4 ster nakomelingen. Ze heeft ook het dubbel A verrichtingspredicaat. Ze heeft inmiddels 1 kroon nakomeling. Ze is een dochter van Onne. Grootmoeder is de bekende merrie Annetje van Bokkum. Dochter van Ulke. Ze is model, sportelite, preferent, prestatie en triple A met een IBOP van 95 punten. Ze heeft 1 model nakomeling, 2 sport nakomelingen. En de overgrootmoeder is ster, preferent en prestatie van Gaaien, afkomstig uit Merriestam 110. This Omer is from a model preferent mare from Onne, also a double A performance predicate. She has 4 star offspring, one of them is crown.
grandmother is model, sport elite, preferent, prestatie, AAA by Ulke. She has an IBOP score of 95 points. She has one model and two sport offspring. Great-grandmother is Star and Preverant by Gaia, and they are from mare line number 110. Volgende Engelskatalis nummer 283, Gjalt uit de Westereen. Ook een zoon van Omer, moeder Stermerry van Pieter. Gefokt door de maatschap Kamminga uit de Westereen. Eigenaar is de heer J. Kleinstra uit Groningen. Stokmaat is 1,63 meter. Verwantschappercentage is 16,5%. Next stallion, entry number 283. Gjalt uit de Westereen, sired by Omer, his mother is a star mare by Pieter. Kinship, 16.5%, height at withers is 1 meter and 63 centimeters. Opnieuw een zoon van Omer. Hengst die dit jaar zijn eerste driejariger heeft getoond. Hoog sterpercentage, boven de 80%. En ook 5 nakomelingen die kroon, dan wel voorlopig kroon zijn geworden. Hij zal ook dit jaar het nakomelingenonderzoek afronden. De conclusies daarover zullen getrokken worden door de inspectie op 18 december. Deze Omer die komt uit een stermerrie van de hengst Pieter. Ze heeft 2 sternakomelingen. Grootmoeder is een sterpreferente merrie van Tjitte. Deze merrie heeft 6 sternakomelingen, waarvan er eentje kroon is. Overgrootmoeder is de merrie Lottie, sterpreferent van de hengst Walter. Walter was een zoon van Naan. En deze Lottie is de grootmoeder van de hengst Jisse. En de vierde merrie in deze lijn is model en preferent, afkomstig uit merriestam 115. Entry number 283, son by Omer. Omer has presented his first group of 3-year-olds this year. He had an extremely high star percentage, over 80%. And he will conclude his progeny test this year. So the results will be published on December 18th. Mother is Star by Pieter. She has 2-star offspring. Grandmother is Star and Preverant by Chitta. She has 6-star offspring. One of them is Crown. Grandmother is Lottie. She is Star and Preverant by Walter. Walter was a son by Nan. And Lottie is the grandmother of the approved stallion Jisse 433. And the fourth mare in this line is Model and Preverant from mare line 115. De hengst in deze derde groep, catalogus nummer 285, Gadget van de Meikade, zoon van Rommert. Moeder is Kroon, dubbel A van Wiemer. Fokker is Willem Lokhorst uit Ederveen, eigenaar J. Kleinster uit Groningen. Verwantschappercentage 18,2%, stokmaat 1,63 meter. Next entry is nummer 285, Gadget van de Meikade, sired by Rommert. His mother is Kroon, AA, by Wiemer.
Kinship 18.2. And he was measured this morning at 1 meter and 63 centimeters. In de ring een zoon van Rommet. Moeder is een kroon dubbel A Mary van Wiemer. Met een IBOP van 81 punten. Ze heeft één ster nakomeling. Grootmoeder is ster eveneens dubbel A van Olof. Ze heeft twee ster nakomelingen waarvan er dus eentje kroon is. Overgrootmoeder is een model Mary van de hengst Riepke. Afkomstig uit Merriestam 103. Entry number 285. Stand bij Rommet. His mother is Kroon. Bij Wiemer. She is double A. She has an IBOP score of 81 points. She has so far one star offspring. Grandmother is also star double A. By Olaf, she has two star offspring, one of them is Crown. And the grandmother, great grandmother, is a model mare by Riepke from mare line number 103. En we vervolgen met catalogus nummer 286, Giesbert van Hullestad Oostergaard. Zoon van Rommet, moeder is model en preverent en dubbel A van Wiert. Fokker-eigenaar is H.J. Oosterhof uit Suldrup, Denemarken. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,0%, stokmaat 1,67 meter. Next stallion is entry number 286, Giesbert van Hullestad Oostergaard. Sired by Rommet, his mother is model, preverent, double A, by Wiert. Kinship 18.0%, height at withers 1 meter and 67 centimeters. In de baan opnieuw een Rommet, deze keer uit de familie van de hengst Ieme. De Tjallerszoon die dit jaar zijn eerste veulens heeft getoond. En een prima veulenrapport ook liet noteren. De moeder van deze hengst is de grootmoeder van Ieme. Het is een model preverente merrie met een dubbel A verrichtingspredicaat van de hengst Wiert. De grootmoeder van deze hengst is
Een stermerrie van Altman. Met drie sternakomelingen, waaronder dus de Wiert Modelmerrie. En de overgrootmoeder is de bekende merrie Bijtske van Markzaten. Sterpreverent prestatie van Jacob met 11 sternakomelingen. En ook de vierde merrie in deze lijn is ster en preverent. Uit merriestam nummer 25. Entry number 286 is Son of Romet out of the mare line of that produced IEMA 507, the Chalasson, who presented his first foals this year. And he had a very good foal report. And the mother of this stallion is the grandmother of IEMA. The mother is Model Preverant, double A by Viet. Grandmother is a star mare by Altman. She has three star offspring. One of them is Model. Great-grandmother is the well-known mare Bijtske van Markzaten, sired by Jacob. She is star preverent. Prestatie, she has 11 star offspring. And also the fourth mare in this line is star and preverent. They're from mare line number 25. Taalsnummer 287, Hidde AR, ook een zoon van Rommet. Moeder is een ster dubbel A, Mary van Tjalle. Fokkers en eigenaren zijn de familie R.S. Visser uit Bedaat en de familie A. Hokkum uit Siegerswoude. Verwantschappercentage van deze hengst is 18%, stokmaat 1,63 meter. Next stallion, entry number 287, Hidde AR, sired by Rommet. His mother is a star mare, double A by Tjalle. Kinship 18.0%, height at withers 1 meter and 63 centimeters. De nieuwe zoon van Rommet, de moeder is een stermerrie van Tjalle, die een dubbel A verrichtingspredicaat heeft dankzij een IBOP van 80 punten. Grootmoeder is de Nikle-merrie Yildau van de Homar, sterpreverent prestatie, heeft 10 ster nakomelingen, waarvan 2 sport en ook eentje sport elite, dat is de hengst Reinoud van de Homar. Die een dekvergunning heeft in Zuid-Afrika. Deze Hilda van Homar is ook de volle zus van de Grand Prix Dressuurhengst Ilke. 382. En ook een volle zus van de grootmoeder van de hengst Menne. Hè, die ook deze week debuteert met nakomelingen. Overgrootmoeder is dus Imke. Sterpreverent prestatie van Tjalling. Afkomstig uit Meristam nummer 28. Entry number 287, sired by Rommet. Mother is star double A by Tjalle. Has an IBOP of 80 points.
Grandmother is Yildau van Homar. She is star prevalent prestatie bij Nicholas. She has 10 star offspring. Two of them are sport. One is sport elite, and that's the Reinoud van Homar. He's a son by Beert. He has a breeding permit in South Africa. And Yildau van Homar is also the full sister to Grand Prix de Sarre stallion Ilke 382. And also the full sister of the grandmother of Mene 496, who also has his first son this week at the first viewing. Great-grandmother is Imke, star prevalent prestatie by Schelling. They are from mare line number 28. So it's good to point out those mares that are very fertile. This Yildau van Homar, the grandmother of this stallion, has 19 registered foals. Grootmoeder van deze hengst, Yildau van Homar, ook een zeer vruchtbare merrie. Zijn maar liefst 19 veulens van deze merrie geregistreerd bij het Fries Paardenstamboek. Voorlaatste hengst van vanochtend. Catalis nummer 288. Hielke van Starking. Ook een zoon van Rommet. Moeder is een stermerrie van Sapen. Fokker-eigenaar is Starking BV in Spannum. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,4%. Stokmaat is 1,64 meter. Second last stallion this morning. Entry number 288, Hielke van Starking, sired by Rommet. His mother is star by Sapen. Kinship is 17,4%. And his height at withers is 1 meter and 64 centimeters. Nou, zoon van Rommet, moeder en stermerrie van Sapen. Ze heeft één ster nakomeling. Grootmoeder is ook ster van Abe. En deze Abe dochter heeft 3 ster nakomelingen. Eentje ervan is sport. Maarten van Starking, die ook deel uitgemaakt heeft van het centraal onderzoek. Overgrootmoeder is een stermerrie van Nikle. En de vierde merrie in deze lijn is ster en preverent. Afkomstig uit merriestam nummer 94. Entry nummer 288. Also sired by Rommet. His mother is a stammerrie bij Sapen. She has 1 star offspring. Grandmother is a star mare by Abe. She has 3 star offspring. 1 is Sport. And that was a stallion that participated in the 70-day test a couple of years ago. Third mare in line is star by Nikle, and the fourth mare is star and prevalent again. She is from mare line number 94.
braaf. Goed zo. En dan de laatste hengst van vanochtend. Talers nummer 290, Hans L.W. Zoon van Menne. Moeder een stermerrie van Reinder. Gefokt door in eigendom van de familie Ludema in Witmarsum. Verwantschappercentage 17,9%. Stokmaat 1,62 meter. Last stallion this morning, entry number 290, Hans L.W., sired by Menne, mother is star by Reinder, kinship 17.9%, height at withers 1 meter and 62 centimeters. Ja, zo net al een hengst uit de Maryline van Menne. Nu hebben we een zoon van Menne in de ring. En deze Menne komt uit een stermerrie van de hengst Reinder. Grootmoeder is een stermerrie van Gjalt, een voormalig fokdagkampioen in Blauwhuis. Overgrootmoeder is ster en preverent van Tjerk. En ook de vierde merrie in deze lijn is ster en preverent. Afkomstig uit merriestam nummer 1. So, entry number 290, stand by Menne. Mother is a star mare by Reinder. Grandmother is star by Gjalt. She was a champion mare as a three-year-old in Blauwhuis. Great-grandmother is star and preverent by Tjerk. And also the fourth mare in this line is star and preverent. And they're from mare line number 1.
Ja, we gaan rondstappen in deze laatste groep van zeven hengsten. We hebben nakomelingen van Omer, van Rommet en een Menne. Last group this morning, seven stallions. Sons by Omer, by Rommet, one Menne. Ja, de eerste hengst, kataals nummer 282, mag halt houden, geloof ik, of toch niet. Dat betekent dat de jury eruit is en geven we voor het laatst deze ochtend het woord aan Piet Bergsma. De laatste groep van deze morgen. We beginnen met nummer 282. Paard mag wat edeler in zijn hoofd zijn, heeft een lichte hoofd-halsverbinding, is voldoende sterk in zijn rug. Op lenden is hij iets strak, heeft een recht, voldoende lang kruis. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. Het paard is ook iets hol in zijn voorbeen en kon iets correcter in de stand van het voorbeen. De stap is voldoende ruim, maar mist wat sprong. De draf houdt het paard de rug wat strak en zou het achterbeen meer tot dragen mogen komen. De galop is voldoende opwaarts, maar ook dan mist hij het ruggebruik een beetje. Nummer 283. Is voldoende edel in zijn hoofd, iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Hals komt ook iets diep uit zijn borst. Rug is voldoende sterk. Lendenen zou iets sterker mogen aansluiten naar het kruis. Kruis is voldoende van lengte, maar hellend. Het paard is ook licht sabelbenig. De stap is voldoende ruim. De draf mist het dragend achterbeen en zou iets opwaarts mogen draven. De galop is iets op de voorhand. Nummer 285. Hoofd is voldoende edel. Hals is voldoende lang, maar heeft iets onder hals en komt wat diep uit de borst. Schouder is wat steil en de rug zou iets sterker mogen zijn en is wat gerekt. Ook op lendenen zou iets sterker mogen zijn.
Paard heeft een voldoende lang kruis, maar is iets hellend. De stap, het beenwerk, de sprongen zouden iets droger mogen zijn. De stap is voldoende ruim en voldoende krachtig. In draf zou het paard meer tot oprichting moeten komen en een meer dragend achterbeen kunnen hebben. Een galop is voldoende opwaarts en ruim gesprongen. ...286. Zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Is ook iets zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Hals is voldoende lang, iets horizontaal gesteld. Het middenstuk zou iets sterker mogen zijn en is wat gerekt. Op de lenden- en kruisaansluiting zou sterker aangesloten mogen zijn. De stand van het voorbeen zou correcter moeten zijn. De stap mist wat lengte en afdruk. De draf is voldoende opwaarts, maar zou meer ruggebruik mogen hebben. In draf is het paard voldoende opwaarts en heeft hij voldoende ruimte. Nummer 287, tweede bezichtiging. Nummer 288, tweede bezichtiging. En ook nummer 290, tweede bezichtiging. Oké, in deze laatste groep vanochtend drie hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. Drie zoons van Rommet. Catalogusnummers 287, 288 en 290. Sorry, de laatste is een nakomeling van Menne. Dus 287, 288 en 290 aangewezen voor de tweede bezichtiging. Also, three stallions in this third group are selected for the second viewing. And the reasons for the four stallions that haven't been selected, entry number 282, could be more noble in his head. He has a good length of his neck. He is correct in his back. But a little bit tight in his loins. He's a little calf neat, and he could be more correct in his front limbs. He has enough length in his walk, but he could be more active in his walk. And trot, he could use his back a little bit better and could carry his weight better from his hindquarters. And also in canter, he would like to see a better use of his back. 283 has sufficient expression in his head. A little heavy in his head-neck connection, and his neck is coming a little bit deep from his chest. He's correct in his top line. He could be a little stronger in his loins. His croup is plenty long. Has a little bit too much slope. He's slightly sickle-hocked. He has enough length in his walk, but both canter and trot are too much downhill, and he could carry his weight better from his hindquarters. Entry number 285 also has enough expression in his head. Also enough length in his neck, that also is coming a little deep from his chest. He could have a little bit more slope to his shoulder. His back is a little weak and stretched, and also his loins and the connection to his croup could be a little stronger. His croup has enough length, but has a little bit too much slope, and he's a little coarse in his bone quality. His walk has enough length. Also, is enough active from behind. But his trot is too much downhill, and he could carry his weight better from his hindquarters.
He has a good canter with long strides and is also moving uphill. Entry number 286 could have more expression in his head, a little heavy in his head, neck connection. He has sufficient length in his neck that's a little bit horizontal. His back is slightly weak and a little bit stretched. And he could also be stronger in his connections in his loins and could be a little more correct in his front limbs. His walk should have more length and should be more active. His trot is sufficiently uphill, but he is lacking suppleness. And his canter is sufficiently uphill as well and is long enough in his strides. So dat waren de laatste hengsten van vanochtend. Totaal 9 hengsten aangewezen. Daarmee zijn we de 100 hengsten inmiddels gepasseerd die aangewezen zijn voor de tweede bezichtiging. So that was the last group of stallions. 3 stallions selected in total 9 this morning. So that means that we have exceeded the 100 stallions selected for the second viewing. So we will be back at 1:15.